vorige keer in Community Craft. Helemaal niks, want dit is de eerste aflevering. Ja, die walvis, die walvis is niet zomaar een walvis. Deze keer in Community Craft is alles anders. Serieus, echt alles is veranderd. Lang geleden in seizoen 1 leefden we allemaal in vrede samen. Maar alles veranderde toen we in seizoen 2 op aparte eilanden woonden. Maar nu, in seizoen 3, is niets meer hetzelfde. Echt niet, het is even te achter zo. Vier groepen leven samen en ik woon in Bellentown. Ik moet nog veel leren, maar ik geloof dat ik dit seizoen kan overleven. Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe serie hier op Edeldier. En dit keer zijn we weer terug met Community Craft. En zoals je net al hebt gehoord, dit keer is alles anders. Echt serieus, alles is anders. We zitten in 1.8. We zitten in groepjes waar we mochten kiezen waar we gaan wonen. En ik zit in het groepje 3, Pallet Town. En Pallet Town, daar woon ik nu samen met onder andere Joey en Remco. En volgens mij ook Kees die erbij komt. Dus het wordt hartstikke gezellig. En ja, wat wij gaan doen, dat weet ik nog allemaal niet. Maar in ieder geval ga ik in deze video beginnen aan mijn huisje. En ja, ik wilde gewoon iets anders proberen voor Community Craft, voor de Community Craft video's. Dus we gaan er zoiets mee doen. Heb jij nog leuke originele ideeën voor deze video's? Laat het dan even achter in de reacties. En als jij wil dat ik vaker Community Craft video's maak, laat dan eventjes een like achter. En laat het even weten hier beneden in de reacties. Want dan weet ik ook van, oké, dit is wat ze willen zien. Dit is wat ze willen. Dus laten we die likes helemaal crushen. En dan ga ik dus vandaag aan de slag. Helaas het huisje niet helemaal af kunnen maken. Dat is wel een beetje jammer. Maar dat kwam gewoon omdat ik nog niet zo heel veel resources tot mijn beschikking heb. En ik kon ook nog geen wol verzamelen. Anders moest ik de schaap gaan killen. En dat leek me nou niet echt een heel slim idee. Maar in ieder geval wat ik wilde doen is dat jullie elke keer mogen stemmen wat ik in de volgende aflevering moet gaan doen. Ik ga dus sowieso mijn huis afmaken. Dat zal ik waarschijnlijk gewoon tussendoor doen. Misschien dat ik het opneem, misschien niet. Dat weet ik nooit. Maar wat moet ik de volgende keer doen? Wat de volgende stap naar mijn huis? Wat moet dat zijn? Je kan stemmen in de reacties met plons 1, 2 of 3. Ik kan dat natuurlijk niet in mijn eentje. Dus jullie moeten mij helpen stemmen. Dus stap 1 is het optie 1. Plons 1. Zorg voor een walvissenzwembad in de tuin. Dat is natuurlijk een heel belangrijk ding in een survival serie. Er moet een walvissenzwembad komen. Dus wil jij een walvissenzwembad hebben, reageer dan nu met plons 1. Of wil jij dat ik ga zorgen voor de kerstsfeer, omdat het bijna kerstmis is, zorg dan dat jij reageert met plons 2. Of zie jij mij liever gaan op een ondergrondse expeditie om wat meer spulletjes te verzamelen. En misschien ook gewoon bovengrondse expeditie. Maar een expeditie om spulletjes te gaan verzamelen. Reageer dan nu met plons 3. Dus kom het nu met plons 1, 2 of 3. En steun het edeldier. Ups. 1, 2, 3, hurt. Oké, andere kant. 1, 2, 3, dirt. 1, 2, dirt. Get the dirt. Zo, nu is het tijd voor slaps. Dus kijk eens aan, prachtig mooi. Daar hebben we er dan eentje. Daar een toortje, hier een toortje, overal toortjes. Bam! Ik heb eigenlijk wel wol nodig, maar ik weet niet of hij al wol.
dan krijgen. Denk het net. Derp, derpie, derpie. Derp. Maar ja, ik zit hier dus in dit gebiedje. Nummer 3 is dit. Dit is gebiedje 3. Groepje 3 Pallet Town. Ook wel genoemd. En daar zit ik dus met niemand anders dan de enige echte Just Joey Heer. En ja, dus dat wordt wel chill. Wij zullen vast wel een keertje samen gaan opnemen. Vast wel een keertje, vast wel. En tot die tijd gaan we dus een beetje hier aan het huis beginnen. En ja, ik ga deze aflevering dus een beetje op een andere manier doen dan normaal. En hopelijk vinden jullie dat leuk. En hoe vaak we dit gaan zien, dat ligt helemaal aan jullie support. Als jullie meer willen, dan druk je die like button gewoon in. En dan weet ik van, oké, dit vinden ze leuk. Dat moet ik snel nog een keer doen. Zo gaan we het aanpakken, want we hebben natuurlijk ook nog alle andere dingetjes gaande. En zo. Maar ja, dat was het idee. Dit is één team, één taak, één serie, één... Oh my god. Maar we gaan even gewoon wat steen hakken, I guess. Omdat we steen... Steen is altijd handig. Ja. En eigenlijk hebben we ook nog heel veel kool nodig. Maar daar heb ik nog niet zoveel gevonden. Helaas. Geen kool, nog geen kool. Zo. Zo. Derpie. Dus wij willen steen, wij willen steen. Even kijken. Oké. Nog meer steen. Maar ja, ik weet niet of we deze aflevering het huisje afkrijgen. Zo niet, dan ga ik daar nog mee verder. Tussendoor. En zo. Het komt helemaal goed. Helemaal in orde. Okidoki. Niks aan de hand. En daar was de ex weer op. Dus we gaan weer terug. Dus we gaan dat eventjes doen. Zo. Doen wij de deur weer dicht. Even de spulletjes dumpen. Ja, zo gaan we dat doen. Volgende keer in Community Craft. Geen idee, ik heb pas net deze video opgenomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade door creepers en andere ongedierte. YouTube is onder voorbehoud en niet altijd inbegrepen. Als er niet elke week een video is, sorry, ik heb het aangemist. Suggesties zijn altijd welkom. Ik ben in geen enkel opzicht en expert en daarom is niet alles wat ik zeg ook werkelijk zo. Meestal is het totale onzin. Bouwen is niet geheel zonder ongelukken. Like wordt zeer gewaardeerd en abonneren moet je zeker niet vergeten. Tot de volgende keer.